Oké, we gaan een super vaag, heel gevaarlijk spel spelen. To the Moon, Crash Game. Het wordt een korte review, want ik zet 5 euro in. Het is eigenlijk heel simpel. Je ziet de raket, die stijgt op. En die bepaalt... Ja, op een gegeven moment ontploft die. Maar je moet zelf bepalen wanneer je opneemt. Dus nou, kijk... Zo'n verkeerde inzet win je dan. Kijk, nou had ik al op moeten nemen. Had ik 3,50 kunnen winnen. Het speelt heel erg in op de hebberigheid. Want je ziet hier onderaan een rijtje. En dat is altijd wat hij de afgelopen keer heeft gehaald. Zelfs 146 keer een keer. Wat ik zelf probeer, maar ja, dat lukt niet altijd. Nou, dan zul je zien, nou doet hij het allemaal net niet goed. Ik probeer het vaak bij de 20, 25 euro een keer te pakken. Dat ik in ieder geval wat winst sta. En dan ga ik een paar keer een shotje wagen. Ja, maar dat lukt eigenlijk niet. Het is ook niet aan te raden. Maar als je veel winst hebt, is het leuk om even te doen. Of je moet het op een lage inzet of zo doen. Je kan ook wel instellen hier. Neem op bij een maximaal aantal x. Kijk, nou neem bijvoorbeeld 50, bij de 20 kan ik hem pakken. Kijk, nou 20 gepakt. Het enige nadeel is, nou zie je dus hoe ver die doorgaat. Valt mee, 33. Maar 27 euro gewonnen. Maar je bent dan te hebberig, hè? Want dan denk je, oeh, als hij... Kijk, daar 100, in het midden, 146 keer. Toen had ik hem gepakt bij 30 euro, volgens mij. Want hoe hoger die komt, ja, dan wordt het echt moeilijk om niet op opnemen te drukken. En je wil ook niet te hebberig zijn, dus eigenlijk moet je nou bijvoorbeeld dat tientje pakken. Oeh, ik was net op tijd of net niet? Nee, niet op tijd, dat was een rotstreek. Ja, het is eigenlijk, je kan het eigenlijk geen kost noemen. Kijk, je kan hem nu ook al op opdrukken nemen. Pak je... Oeh, ik had op tijd. Pak je toch winst. Je kan het ook op een eurotje doen, maar zo gaat het sneller natuurlijk. Het is af en toe wat lastig om te zien wat je wint, omdat je heel vaak naar die raket blijft kijken en die optellende multiplier. Maar je moet kijken dus naar de prijs, zeg maar. Maar gemiddeld pakt hij 1, 4, 8. Kijk, je kan deze bolt inzetten op 50x. En dan neemt hij automatisch op bij 50x. Dat zou ik bijvoorbeeld doen als je winst staat. Soms denk ik alles of niets. Maar ook al doe je, denk je dat, als hij op een gegeven moment bij de 100 euro staat, druk je toch op opnemen. Want helemaal met een inzet van 5 euro, 100x is 500 euro. Maar ik ga het nu gewoon een paar keer doen. We gaan 75x doen. Dat gebeurt bijna nooit. Kijk maar naar die hele rij. Ik had hem, ja, bij de vorige keer 146 was dik geweest, zeg. Ja, maar vaak is het dit. Tot 10x of zo, dan gaat het redelijk. We doen het tot het, ja, ik wou zeggen tot 150. Maar misschien dat nog eventjes. En hoe hoger je inzet, hoe sneller het een leuk bedrag wordt natuurlijk. Maar als hij in zo'n modus is, dan wordt het lastig. Dus ja, To the Moon. Letterlijk, Crash Game. En dus, dit zijn geen spellen voor mij. Net als nu ook. Want ik ben dan nooit tevreden. Daarom zeg ik dan, ik wil altijd dan die minimaal voor die 25 keer gaan. Maar als je dan ziet... Onderste rij 1,1, 1,9, 1,8, 3. Hij stopt vaak al zo snel. En het lastige is dat als je hem pakt, dan zie je dus daarna hoe hoog die was gekomen. Dan vraag ik me ook altijd af of dat daadwerkelijk zo is. Maar dan het typeert wel dat hij dan vaak heel hoog komt. Dan denk ik, oh, had ik hem niet maar gepakt. Ja, dus nu gaat het gewoon echt weer helemaal fout. Doe tot 150. Kom op.
Heb je er geen zin meer in? Kom op. Eén keer tot de 25 euro, dat ik weer op de 2 Meijer zit. Kijk, eigenlijk moet je hem nu elke keer al pakken, maar dat is dus elke keer lastig. Je voelt dat al een beetje. Maar je wordt gewoon te hebberig. Maar ik ga gewoon niks meer doen. Want jullie hebben het idee al wel van hoe het werkt. Ik ga mijn handen op mijn rug doen. En ik wil gewoon die 75x halen. En ik weet wel dat het niet gaat gebeuren. Maar als ik een gelukstreffer heb. Ja, dan ben ik in ieder geval niet in de neiging om tijdelijk stop te zetten. Want als je op een gegeven moment 100 euro wordt, dan... maar hij heeft er helemaal geen zin in. Kom op. Nog 2 keer. Hij is niet eens meer boven de 10 uitgekomen. Tjonge, jonge, jonge. Uiteraard geen zin in. Kom op. Ja, nou, ik moet eigenlijk pakken, maar ik ga gewoon door. Tot de 75x. Het is allemaal een worst wezen. Het is toch voor de review. Kijk, nou, ik had hem eigenlijk moeten pakken. Kijk. Nou wordt het echt wel heel spannend. Pas 11x, hè. Stop, ik stop hem toch. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dat wordt zo moeilijk. Toch goed dat ik hem gepakt had. Maar ik had 141 euro kunnen pakken. Maar bij de 75x is hoger. Kijk, nou meteen... Ik heb toch een dikke winst, sta ik gewoon winst weer. Maar hoe gevaarlijk is dit spel, zeg? Het is super simpel. En nou gaat hij niet hoog, hoor, maar... Nu nog 1 keer en we spelen tot de 200. Handen weer op mijn rug. En ik zeg ook al mijn handen op mijn rug, maar toch... Ja, ik weet niet, als het te hoog wordt... Dan ga je gewoon op die knop drukken, weet je. Je wilt niet dat als je 70 euro hebt... Ja, je gaat dan toch denken, pak die 70 euro, 70 euro, 70 euro. Maar ik zat vorige keer, ging die door tot 1000 of 1100 euro of zo. Dat was bizar. Kijk, ja, ik ga hem niet pakken, maar kijk, dit is wel zonde. Eigenlijk wil ik hem nou pakken. Maar ik laat hem doorgaan. Kijk, hè. 50 euro. Hier, dat bedoel ik. Anders had ik wel 50 euro kunnen hebben. Of ja, 50. Bij de 40 had ik hem waarschijnlijk gepakt. Maar ik wil gewoon even laten zien dat hoe moeilijk het is en hoe hoog die soms kan gaan. Het is bijna een kopmuntspelletje. En nou stopt hij vrij snel, denk ik. En ik reed hij er wel weer zin in. Ik denk 7x. Ah, nog niet eens. Dan gaan we 2 keer... Oh, 1 keer 8 euro doen. En 1 keer, hierna 1 keer 10 euro. Dan loopt de teller natuurlijk sneller op. En dan zul je zien dat hij al meteen ontploft. Zie je, dat dacht ik wel. Ik had het al een paar keer goed gedaan. 12, 12. Laatste. Ik ga de hand wel bij de knop houden. Want to the moon gaan we niet raken. Ik wil 20 euro hebben. Oh, nog niet eens. Ja, 1 afsluitertje? Ja, we doen ook 1 afsluitertje. 20 euro. En eindelijk op 180 pakken we 2 tientjes verlies. Maar goed. Dat hebben we wel even leuk gespeeld. Het is een heel verslavend spel, maar zo gevaarlijk. En vooral als het 1 keer lukt om heel hoog te komen. Kom op. Oh, ik wou net drukken, zeg. Want ik dacht, dan heb ik die 20 euro, dan kan ik nog 1 keer gratis. Maar goed, ik zeg geen aanrader. To the Moon, heel gevaarlijk spel. Maar misschien leuk als je een keer op winst staat om het even te doen. Maar heel eerlijk zou ik zeggen, blijf er ver van weg.
Want het is zo verslavend en op de lange termijn kan je daardoor snel veel verliezen. Oh, dat is een rotstreek. En nou laat het dus zien. Als ik nou ingezet had. Hier, €80. €100. Altijd tot €100. Je kan ook wel, vooral als je zulke inzetten gaat doen, dan kan het ook heel snel oplopen. Nou, één keertje dan. Allerlaatste keer. Dan pak ik toch €40 verliezen. Eigenlijk niet meer te doen. En niet meteen stoppen. Als hij op €30 kon pakken. Hand bij de knop. Oh, ik heb hem zelfs gepakt al eerder. 195. Is goed dat ik het heb gedaan. Ik ga de inzet terug doen. €14. Stoppen we gewoon bij de 180. Nou mag hij meteen ontploffen. We hebben toch een leuke afsluiting gehad. Kijk, zo zie je hoe verslavend het is. Hè? Kom op. Ik laat hem nou gewoon lopen. Niet meteen ontploffen. Boven de €20, kom op. Ja, kijk, nou wordt het al spannend, hè. Zo gevaarlijk. To the moon, de beoordeling. Want ik ga er nou mee stoppen. Ja, lastige. Ik geef hem wel 3 sterren, omdat hij gewoon kei leuk is. Hij is zo simpel, maar is kei leuk. Je gelooft het niet als je ernaar zit te kijken, maar het is echt leuk en verslavend. Maar tegelijkertijd zeg ik, ga deze niet spelen. Niet, want het gaat je geld kosten. En het is zo moeilijk. En de meeste gokkers zijn hebberig en daar spelen ze gewoon heel goed op in. Maar wel grappig verzonnen. Heel apart, uniek spel. To the Moon, Crash Game, krijgt 3 sterren. Yo!